Welkom allemaal bij de Lunch and Learn. Het is 12 uur. Eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Als iedereen zijn audio graag op mute wil houden, video mag zeker aan. Dan kan ik inderdaad zien wie er allemaal zijn. Ook al zijn het inmiddels al bijna 80 mensen. De vragen graag via de chat. Ik probeer dan de vragen aan het einde van mijn presentatie, want we hebben ongeveer een uur te beantwoorden. En de terugkijklink wordt achteraf naar jullie toegestuurd. Laten we beginnen met het onderwerp. Want ik ga jullie iets vertellen, of ik wil jullie iets leren over chronisch traumatische encefalopathie. Met de ondertitel neurodegeneratie naar recidiverend hoofdletsel. Nou, dat is een mond vol, met moeilijke termen erin. Maar ik ga jullie rustig mee doornemen van waar we staan en wat het allemaal betekent. En daarvoor wil ik ook even eerst een korte overzicht laten zien van ja, wat gaan we behandelen. Nou, definities, want dat is in deze tijd en deze, met deze aandoening belangrijk om goed te positioneren waar we het dan over hebben. Ik wil u iets vertellen over hersenletsel en het risico op neurodegeneratie, ofwel dementie en chronische traumatische encefalopathie, waar we eigenlijk naartoe werken. Laat ik beginnen met de definities. Als ik het woord trauma noem, bedoel ik hoofd-hersenletsel. Dus dat is een impact op het hoofd door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of dan wel vallen van een fiets of dan wel sporten of in een militaire dienst. Daar bedoel ik trauma mee. Nou, definitie van dementie nog een keer. Dat bedoel ik dus een syndroom met cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen met daar een beperking in het dagelijks leven. En waarom zijn deze twee nou belangrijk? Omdat deze twee eigenlijk nu bij elkaar komen. En een dementie is eigenlijk iets wat je kan meten in je spreekkamer met een neuropsycholoog erbij. En dan ga je op zoek naar een onderliggende aandoening. Die onderliggende aandoening is, in dit praatje dan, een neurodegeneratieve aandoening. Die term is, gebruik ik ook vaker in mijn praatje. En die term houdt in dat het een hersenziekte is, waarbij hersenzenuwen geleidelijk afsterven. Maar daar kom ik straks nog op terug. Als we eerst even over de definitie trauma verder op ingaan, want dat is ook heel belangrijk om goed de plaatsen waar die chronische traumatische encefalopathie naar onder valt. Trauma heeft acute gevolgen. Wat we merken in de media of in je spreekkamer is dat die twee soms wel helemaal door elkaar heen worden gebruikt. Want acute gevolgen van trauma, dan hebben we het vaak over hersenschuddingen. En zeker ook nu hebben we bijvoorbeeld in het NRC of AD, dat met sporters, dat nu in de media is. Daar worden deze termen ook door elkaar gebruikt. Maar acute gevolgen zijn dus hersenschuddingen. Die vaak bij iedereen wel een keer of voorkomt of meemaakt bij een persoon die je kent. Dat zijn acute gevolgen, maar ook ernstige gevolgen zoals hersenschuddingen. Ja. En dat zijn de zaken die ik nu niet behandel, die wel belangrijk zijn, hè, zeker als ik als neuroloog, maar dat valt buiten dit spectrum. Chronische gevolgen, als we het daar nog even over hebben, dat is het postcommotioneel of traumatisch syndroom, wat ook heel erg in de media is, ook bij sporters, hè, dus die direct een letsel oplopen op het sportveld, die daar klachten aan overhouden en ook langere tijd, dus niet binnen. Vaak binnen 2 weken is het, je klachten zijn dan verdwenen. Maar bij deze mensen blijven het dan jaren of jaren bestaan. Waarbij je ernstig geïnvalideerd kan raken of zijn. Je kan je sport niet meer beoefenen of andere zaken krijg je niet meer op de rails. Heel belangrijk, onderbelicht. Maar daar gaat het CTE nu, of dit praatje, niet direct over. Een chronisch gevolg van trauma is dus CTE of een neurodegeneratie. Een vorm van dementie. Of andere neurologische aandoeningen. Nogmaals even terug wat er allemaal in de media speelt, want dat is ook belangrijk om te realiseren. Wel elke week komt er een artikel over sporters en onderkenning van de bonden over hersenletsel. En in die discussie gaat het ook heen en weer. En vaak gaat het over de acute gevolgen die niet worden herkend en behandeld.
En de chronische gevolgen, dat is meer inderdaad waar ik straks over ga hebben, over CTE. Nou, de acute gevolgen zijn wel ook die ik als neuroloog zie. En die we bijvoorbeeld met de KNVB proberen goed te behandelen. Maar dat heeft zeker meer aandacht nodig. Maar over die chronische gevolgen ga ik het minder hebben. Waar ik het wel meer over ga hebben, is dus traumatisch geïnduceerde neurodegeneratie. Nou, ook een mond vol. Maar dat wil dus zeggen, dat ik nu eerst ga belichten dat trauma een risicofactor kan zijn voor een dementie of een hersenziekte zoals de neurodegeneratie. En trauma kan je ook weer onder verdelen in, hè, eenmalig in je leven een keer een hersentrauma of meerdere malen. Als we dan kijken wat we nu weten, dan is er bij een eenmalig hoofdletsel is ook een risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, zoals frontotemporale dementie, Lewy body dementie of de ziekte van Parkinson en ALS. En in die studies blijkt dus zo te zijn dat als je in je leven een keer een hoofdletsel oploopt, dat je dus een verhoogd risico kan hebben op een van deze ziektes. En in die studies, daar komt ook naar voren dat dat dan dus ook afhankelijk is van hoe ernstig zo'n hoofdletsel is geweest. Is het een stoot tegen een keukenkastje of is het een ernstig auto-ongeluk waarbij je ook bijvoorbeeld in het ziekenhuis belandt? Dat maakt dus wel uit hoe hoog dat risico is. Tevens, bij deze mensen is het ook belangrijk, ja, wat voor DNA-profiel heb je? En als er bepaalde afwijkingen in dat DNA zijn of veranderen of andere profiel in je DNA, dan kan je ook een verhoogd risico hebben. En wat daar ook naar voren komt, is bij de ziekte van Alzheimer heb je bijvoorbeeld de risicogenen. En dan kan je drager zijn bijvoorbeeld van E4. Dat geeft een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer voor je 85ste jaar. Maar als je daar een drager van bent en je hebt een hoofdletsel opgelopen, eenmalig, heb je nog een hoger risico om die ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Blijkt uit die studies. Verder is het ook nog belangrijk, als je dus zo'n hoofdletsel ondergaat, ja, wat voor klachten heb je daarna gekregen? Ben je bewusteloos geweest? Of heb je alleen hoofdpijn? Dat maakt ook uit in welk risico je valt om deze ziektes te ontwikkelen. En dan hebben we het over eenmalig hoofdletsel. Als we dan kijken naar dat je in je leven meerdere hoofdletsels oploopt, recidiverende hoofdletsels, dan zie je dat er een hele andere risico's ontstaan of kans op ziektes. En als je dan naar de studies kijkt van welke mensen zijn het dan die vaak op herhaaldelijk hoofdletsel oplopen, kan natuurlijk zijn dat je als je in normale leven dat je 2-3 keer je hoofd toch wel ernstig bezeert. Maar vaak zie je dat dus bij sporters. En daarvoor is het ook zo in de media dat die sporters zo nu in het licht staan. Omdat sporters vanuit hun beroep vaker hersenletsel oplopen. Zo zie je bijvoorbeeld bij rugbyers die in Amerika deze sport beoefenen. American voetbalplayers. Dat daar de kans op een hersenziekte, ziekte van Alzheimer of ALS. Hè, dus deels een spierziekte, maar deels ook een hersenaandoening. Dat die kans groter is doordat ze die recidiverende hoofdletsels oplopen tijdens hun carrière. Ook een studie bij gepensioneerde professionele voetballers in Italië bleek zo te zijn dat zij door, dat is in ieder geval de hypothese, doordat zij herhaaldelijk hoofdletsel oplopen, grotere kans hebben op het ontwikkelen van ALS. Dat recidiverende hoofdletsel, dat is belangrijk om te begrijpen, omdat een heel recent artikel daar nog meer gewicht aan heeft gehangen. En dat is een artikel in een vooraanstaand geneeskundetijdschrift, de New England Journal of Medicine. Daar is een artikel verschreven waarbij ze dus ook weer bij gepensioneerde voetbalspelers in Schotland hebben gekeken wat nou de reden is van overlijden. En die hebben ze deze tabellen laten zien. Dat is op zich een overzichtelijke tabel, maar wel met allemaal heel veel cijfers en moeilijke definities ook. Maar wat je van hier kan aflezen is dat onder deze voetbalspelers de doodsoorzaak niet heel veel anders dan bij de mensen die geen voetbal speelden. Maar dat vooral de neurodegeneratie, dus ziektes zoals Alzheimer, ALS, Parkinson, veel meer voorkwam
dan bij mensen die die sport hadden, niet hadden beoefend. En dat heeft het nog meer in een stroomversnelling gebracht, dat we dit ook dit praatje geven. Want wat je zag bij die ziektes, is dat Alzheimer dan het meest voorkomt bij, bij die voetballers, die dan zo'n ziekte ontwikkelen. En wat dan de conclusie ook was van dit artikel, is dat er bij voetballers een hoger risico bestaat op het ontwikkelen van een hersenziekte, zoals de ziekte van Alzheimer. En dan is vaak de link al snel gelegd naar, komt dat door dat koppen, komt het door het vallen, komt het door de elleboog? Maar er zit wel dus iets dat die sporters een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van deze ziektes. En daar werken we dan ook naartoe, want CTE, chronische traumatische encefalopathie, wat dus helemaal in mijn begin van de presentatie werd genoemd, dat is een ziekte die dus bij dit soort sporten voorkomt. En ik ga daar nu iets meer over vertellen, maar het is goed om te realiseren dat CTE een chronisch gevolg is van recidiverend hoofdletsel. CTE is dus een ziekte, een neurodegeneratieve ziekte, die wordt veroorzaakt door het repetitief oplopen van hersenletsel. En dat kan natuurlijk bij iedereen die ook geen sport beoefent, maar het is wel van belang dat dat toch, ja, we weten niet welk aantal je moet hebben om dit te ontwikkelen, maar wel dat het echt vaker in je leven voorkomt dat je dus impact, kracht op je schedel oploopt. Dan heb je een verhoogd risico om deze aandoening op te lopen. En dan kom je vaak automatisch bij sporters of militairen, of ook helaas bij mensen die toch aan huishoudelijk geweld vaker worden blootgesteld. Nou, als we daar meer induiken, CTE ga ik hem voortaan noemen, anders is het een lang woord continu. Nou, wat is dat nou voor concept? Nou, het is dus een ziekte die geleidelijk over je leven ontstaat. En geleidelijk is dus dat het over de tijd dat er klachten ontstaan, en ik zal straks wel zeker de klachten toelichten, maar dat die op een gegeven moment zo beperkend zijn dat je niet meer normaal kan functioneren. En die klachten die bestaan uit een heel scala van klachten. Er is niet één symptoom die heel specifiek of alleen maar duidt op deze CTE. We weten uit studies dat het van psychiatrische symptomen tot aan neurologische symptomen kan bestaan. Het is echt een neuropsychiatrisch beeld. Nou, wat zijn die psychiatrische symptomen? Nou, je ziet hier een hele lijst. En dat komt van al die studies die dan hebben gekeken van met mensen die met CTE gediagnosticeerd zijn. Welke symptomen daar nou bij kwamen. Je ziet in stemmingsproblemen, dus mensen kunnen depressie ontwikkelen, angstig, bang. Er kan meer gedragsproblemen voorkomen, zoals impulsiviteit, woedeaanvallen, kinderlijk gedrag, niet meer weten hoe het in sociale normen gaat, tot aan meer neurologische symptomen, waarbij je dus echt moet denken aan denkproblemen, geheugenproblemen, planningsproblematiek of taalproblemen. Maar ook het hele andere spectrum waar je bewegingsproblemen krijgt. Zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of symptomen die op Parkinson lijken. Maar ook loopproblemen of trillen. Dat komt allemaal voor bij CTE. Nu trap ik mezelf op dat ik wel ook moet uitleggen dat CTE nog heel moeilijk vast te stellen is in levende lijf. Hè. Dus als patiënten bij mij op de spreker komen en die hebben bijvoorbeeld een carrière gehad als bokser of voetballer of in de militaire dienst, dan kan ik nooit met 100% zeker zeggen dat het CTE is. Ik kan alleen maar een vermoeden uitspreken, maar ik kan het nog niet vaststellen. Deze diagnose is echt pas als iemand komt te overlijden en als we dan de hersenen onder een microscoop leggen. Dat is eigenlijk nog steeds de manier hoe we CTE vaststellen. En over wat we dan zien onder zo'n microscoop vertel ik zo nog meer. Maar als we nog even teruggaan van wat kunnen we zien bij deze aandoening. Dus ik zei net al, een scala van symptomen. Maar wat je ook in de literatuur ziet, is dat er soort twee types zijn. Mensen die wat jonger zijn, rond de 30, die gedrags- of problemen hebben of meer psychiatrische problemen, depressies. En ook een verhoogd risico op suicidaliteit. En wat je ook bij de type ziet, is ook afhankelijk van wat voor hersenletsel hebben zij opgelopen.
Bij dit type zie je vaak bij de rugbiers, die een hersenletsel vooral aan de voorkant oplopen, waarbij de krachten daar ook plaatsvinden, op de voorkant van de hersenen. En daar dan ook de problemen veroorzaken. En die problemen aan de voorkant van de hersenen uiten zich dus vaak in gedragsproblematiek. En die type B, dat is iets oudere leeftijd, die hebben dan meer geheugenproblemen of planningsproblemen of meer aan bewegingsproblemen. En dat type wordt meer gezien bij boksers. En dat komt weer omdat bij boksers vaker de kracht op het hoofd met een rotatie te maken heeft. Dus het hoofd draait daarbij, waarbij de krachten anders op de hersenen komen, waarbij dus andere gebieden zijn aangedaan. En die gebieden liggen wat dieper in de hersenen. En ja, de diepte van die hersenen is ook meer met beweging te maken. Dus daarvoor hebben die toch vaak meer bewegingsproblemen. Parkinsonisme. Dat zijn een beetje de symptomen die je kan zien bij CTE. Maar dat moeten we verder nog zeker uitzoeken. Nou, wat is eigenlijk die ziekte? Hè? Want we hebben het over trauma, impact op de hersenen. Daar ontstaat dan een hersenziekte bij. Die heeft allemaal symptomen. En ik kan zelfs alleen maar pas als iemand overlijdt, dus kan ik die diagnose pas stellen. Nou, wat is het dan? En dat is natuurlijk wel nog een hele levende discussie. Maar voor nu zal ik het wel zo zwart-wit mogelijk brengen. Want wat is de ziekte? De ziekte, wat ik net al zei, wordt veroorzaakt, dat is het idee, door hersenletsel. Dus impact op je hoofd, daar komen krachten vrij. Dan wel aan de voorkant, dan weer met de rotatie. En in die hersenen zitten natuurlijk heel veel hersenzenuwen. En met best wel ook lange verbindingen met elkaar. En daar komt allemaal rek op te staan door die krachten. Hè? En vooral opeens de snelheid op die zenuwen, daar kunnen ze niet zo goed tegen. Of de vaten. Want je ziet hier op het plaatje, ik weet niet of u mijn cursor ziet, maar op het plaatje ziet u het rode, dat is een bloedvat. Daaraan zitten allemaal ook beschermende of ondersteunende cellen. En de lange met de sliert waarbij bijvoorbeeld de paarse cel ook omheen zit, dat bruinachtige, dat is echt een neuron. Dus echt de zenuwen die het werk levert of de verbindingen maakt. En de rest is ondersteunend. Maar al die ondersteunende cellen of die hersencellen, die kunnen daar niet zo goed tegen. En wat je dan ziet is dat zo'n hersencel in paniek raakt. Die krijgt verschillende in en uit van zouten en daardoor gaat die niet goed werken. Dus dat kan al klachten geven of problemen in het onderhoud van zo'n zenuwen of het beschermen van zo'n zenuwen. En dat kan leiden tot dood van zo'n cel. Daaromheen, dat is meer die rode, er staat een microglia, dat is ook een moeilijke naam. Maar onder het bloedvat zie je een rode cel met allemaal takken. Dat is een microglia. En dat is een cel die eigenlijk een soort witte bloedcel is van de hersenen. Die beschermend werkt voor ontsteking, maar ook door als er schade ontstaat. En die doet ook mee in het proces. Want wat er gebeurt door die beschadiging van zo'n hersencel, komen er allemaal processen op gang. Daar komt een soort een eigen ontsteking op gang. En die zenuwen gaat daar, of die cel gaat daarmee aan de slag. Beschermend. Maar wat het ook doet, het maakt het ook soms wat erger. En daardoor kan de schade zich ontwikkelen en verder ontwikkelen. De bloedvaten, dus dat rode buisje, dat raakt ook verstoord door de krachten die daarop werken. En daardoor kan dus ook niet goed toevoer naar de zenuwen ontstaan. De zuurstofproblematiek of voedselproblematiek. En dat kan lokaal, want focaal is lokaal, rond die zenuwen schade geven. Een soort kleine beroertes, als ik het zo mag noemen. En dan nog als laatste, er staat DAI, dus DAI, diffuse axonale schade. Nou, dat komt doordat die zenuwen heel lang zijn. En dat als daar opeens snel krachten op werken, kunnen ze ook niet tegen. En dat geeft ook verbindingsproblemen, dus ook veel klachten of problemen. En dat leidt allemaal naar een touwpathologie. Nou, touwpathologie, daar ga ik ook nog wat meer over vertellen. Want dat is eigenlijk CTE. CTE wordt gedefinieerd onder de microscoop, want daar zijn we nu beland, doordat er touwophoping is. Vooral touwophoping. En dat touweiwit, dat is eigenlijk de ziektemakende eiwit in CTE, denken we. En dat komt misschien voor sommigen niet onbekend voor, want het publiek is verdeeld tot geïnteresseerden, tot
patiënten tot aan neurologen of andere neurowetenschappers of case managers. Dus ik probeer het dan toch wel uit te leggen. Dus dat taaleiwit komt ook zeker bij de ziekte van Alzheimer voor. Hè, de ziekte van Alzheimer is natuurlijk het amyloïde eiwit, hè, het Alzheimer eiwit. Maar altijd in combinatie met het taaleiwit. En bij CTE is het eigenlijk vooral het taaleiwit de ziektemakende eiwit. En wat je daarbij ziet, is dat het uit onderzoek blijkt dat dat ook opbouwt over je tijd. Hè? Want ik vertel net van over een periode, en dat kan over 5 tot 30 jaar schelen, bouwt zich die ziekte op totdat het echt de klachten geeft. En dat taaleiwit begint heel lokaal, waar de impact is op de hersenen. En dat hoopt zich daarop. En je ziet dat over de tijd. Hè? Je ziet je stadium 1, stadium 2. Dat gaat over naar stadium 3 en stadium 4. Maar wat we daar zien, die bruine plekjes noem ik het even, waar de cirkeltjes omheen staan, dat is dat taaleiwit in hersenen. Want je ziet hier plaatjes van hersenen die onder de microscoop zijn gelegd en daar een bepaalde kleur overheen is gegaan. En dat bruine is dat taaleiwit. En dat hoopt zich op. En naarmate je dus meer hersenletsel ondervindt, dus wat gebeurt bij die sporter of in de militaire dienst, zie je dat taaleiwit ontstaan. En dat komt steeds meer en dat wordt groter en dat wordt steeds meer schadelijker voor je hersenen, waarbij je dus steeds meer klachten krijgt, wat dus leidt tot een dementie. En CTE is dan ook een vorm van dementie of een neurodegeneratieve aandoening. En zo wordt de link gelegd met die hersentrauma's. Is best wel lastig, want hoe kan je nou die impacten linken aan iemand die over 30 jaar pas een dementie ontwikkelt? Ja, daar zijn we dus onderzoek naar aan het doen, om die link wat steviger te maken. En hoe kunnen we dat dan inderdaad voorkomen dat dat taaleiwit ontstaat? Nog wat meer over dat taaleiwit, want dat is toch wel de ziektemakende eiwit bij CTE. Wat is dat nou verschillend met de ziekte van Alzheimer? Nou, dat is in eerste instantie dachten we dat dat toch wel redelijk overeenkomt, hè, dus dat het hetzelfde eiwit was, wat je ook bij de ziekte van Alzheimer ziet. Maar uit recente studies blijkt dat toch net iets anders. Nou, dat is op zich wel heel complex. Ik kan dat ook niet helemaal in detail uitleggen, maar wat je hier ziet, zie je het taaleiwit. Dus al die kleurtjes aan elkaar gebonden, dat is eigenlijk het eiwit. En dat kunnen we zo zien door speciale microscopen. Dan zien we deze vorm. En wat je in die vormen ziet, is dat het bijna dezelfde kleurtjes zijn, links en rechts. En links is een taaleiwit van CTE, dus, wat ik net heb laten zien. Wat dus door trauma, recidiverende trauma's ontstaat. En de andere kant is het Alzheimer-eiwit. En het is subtiel, maar je ziet eigenlijk in de eerste bocht lijkt het allemaal op elkaar, maar de tweede bocht eigenlijk, daar zie je dat de vorm net iets anders is. En dat maakt het voor ons wel echt een andere hersenaandoening dan de ziekte van Alzheimer. En daarvoor is het ook belangrijk dat we weten waarom dat net iets anders is. En is dat inderdaad door zo'n hersenletsel? Ja, dan ga je natuurlijk wel anders over nadenken. Want wie die hersenletsel ondervindt, ja, wie heeft dan het risico om deze ziekte te ontwikkelen? En hoe gaan we dat voorkomen? Dus echt aan de preventieve kant. Dat is waar ons onderzoek ook aan werkt. Maar ook natuurlijk aan de overkant van de zee in Amerika zijn ze daar ook druk mee bezig. Maar dit plaatje wil ik vooral laten weten dat het echt een andere ziekte is dan de ziekte van Alzheimer. Of een andere vorm van dementie. En dit is redelijk recent allemaal, dus daarvoor wordt de CTE toch wel als een nieuwe ziekte gezien. Ook al zouden mensen ook al eerder gedacht hebben van ja, de CTE of met boxers en dementie, dat weten we het eigenlijk toch al lang, zeker. Maar dat het niet door de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer komt, dat is vrij nieuw idee. Dan nog even terug naar dit figuur. Wat ik net al zei, is dat CTE een hersenziekte is die geleidelijk zijn klachten laat zien. En die gelijke schaal, nogmaals, dat kan
binnen 5 jaar zijn of binnen 30 jaar na dat die trauma's zijn geweest. Laat ik me dat nog even nog anders formuleren. Mensen die dus, ja, ik kom toch terug op sporters, omdat daar toch vaak het geval is dat zij het recidief letsel krijgen. Die sporters, die hebben een mooie carrière. En in die carrière lopen ze die hersenletsels op. En dan pas, na een tijd, en dat komt die 5 jaar tot 30 jaar nadat ze die carrière hebben gehad, ontstaat pas de symptomen. Dus die ziekte begint eigenlijk bij hun carrière. Dus dat taal-eiwit hoopt zich daar in die hersenen op. En gedurende die jaren ontstaan pas de klachten. Nou, en dat is heel moeilijk te onderzoeken. Hè? Waarom? Want je kan iemand niet 30 jaar vervolgen. Of in ieder geval nu nog niet. Maar je kan dat nog niet. Maar die link is dus best wel lastig om te leggen. Maar het idee daarachter is, dus dat door dat hersenletsel, door hun beroep, hoopt dat taal het subtiel op. Daarna houdt die hersenletsels op. Maar dat taaleiwit is een soort besmettelijk voor andere zenuwen. Dus wat je ziet is dat het door wordt gegeven. Dus dat het van het ene cel naar de andere cel, dat ziektemakende eiwit gaat. En dat is niet binnen uren. Dat duurt dus jaren voordat dat al verspreid is over de hersenen. En dan pas de klachten veroorzaakt. Omdat onze hersenen kunnen best wel veel aan. Wel kwetsbaar, maar wel veel aan. En voordat het dan echt klachten geeft, moet het best wel uitgebreid zijn. Dus het idee is, als je, en dat is natuurlijk al in toekomstbeeld, als je dus ziet dat dat taal ontwikkelt bij die mensen, dat je bijvoorbeeld dat verspreiding remt, waardoor mensen dus niet de ziekte ontwikkelen. Dat is natuurlijk een idee van, ja, zo kan je de ziekte misschien wel remmen. Maar het is dus goed om te realiseren dat dus die trauma's, die midden in je leven, hè, carrière, loop je dat op, geen klachten. Pas later in het leven krijg je symptomen. Dus echt aan het einde van die chronische problemen. En dat maakt het ook moeilijk te onderzoeken, maar ook heel boeiend en ook mogelijk om misschien dan toch vroegtijdig te remmen. En dan nog iets over trauma, want ik begon met de definitie van trauma, dus dat is hoofdhersenletsel. Dat is bij CTE ook een bepaald type hoofdtrauma. Dus je hebt eenmalig hersenletsel, wat relatief dus vaak voorkomt en ook heftige gevolgen kunnen hebben. Daar zien we CTE eigenlijk niet, om even zwart-wit te houden. Maar je hebt wel, en dat komt nu op, studies waarbij iemand een, en ik kreeg gisteren van een collega, een neuroloog, ook nog toegestuurd, dat iemand als één iemand een heftig trauma ondergaat, waarbij je dus op de hersenscan al direct na zo'n trauma bijvoorbeeld een bloeding ziet of een beschadiging, dat die ook pas na 30 jaar opeens klachten krijgen of meer klachten krijgen en die ook steeds meer toenemend zijn. Het wordt nog dan ingewikkelder als ik dit nu uitleg, maar laat ik het toch maar afmaken. Dus een eenmalig hoofdletsel, afwijking op je hersenscan direct na het hersenletsel en pas na jaren achteruitgang. En wat we dan op zo'n scan kunnen zien is dat rond dat gebied ook hersenverlies plaatsvindt. Dus een soort van neurodegeneratie. En dan denken wij ook dat dat touw is wat daar zich ophoopt en verspreidt. Maar dat is nog een heel, echt nog nieuwer concept dan CTE. Maar als we nog even teruggaan naar CTE, is het idee dat daar wel een herhaaldelijk hoofdletsel moet optreden om dit te ontwikkelen. En die hoeven niet zwaar te zijn, die kunnen ook heel licht zijn. En daarvoor komt dat koppen terug, of die elleboog, of bij rugbeers. Dat gebeurt heel vaak, we hoeven geen klachten te hebben. En dat is ook soms moeilijk. Die hoofdhersenletsel kan ook gewoon zonder symptomen zijn gedurende je het eigenlijk doet. En dat zien we dus heel vaak. Dus die mensen hebben geen klachten nadat ze een voetbalwedstrijd hebben gespeeld, of een rugbywedstrijd, of een bokswedstrijd. Ja, daar kan je dan over twijfelen. Maar die hebben niet altijd klachten, maar toch ontstaat dit. Dus de acute effecten, dus een hersenschudding of een hersenbloeding, hoeft er dus niet vooraf te gaan. En het trauma wat ik net al toe heb gelicht, heeft dus die latentiefase. En die latentiefase bedoel ik mee dus dat die recidiverende hoofdtrauma's plaatsvinden in hun carrière of in het midden van hun leven. En pas later de gevolgen van ondervinden. Dat is belangrijk om te onthouden als je over CTE hebt of je over CTE leest, dat
dat het concept is en dat dat een soort type trauma erbij hoort. Omdat de angsten begrijp ik zeker. Dus bij mensen die direct klachten hebben naar hoofdtrauma, eenmalig hoofdtrauma, of dit CTE is, dan zou ik nu zeggen, nee, dat is andere, die klachten komen ergens anders vandaan. Heel belangrijk, en daar gaan we ook zeker, moeten we meer aandacht aan geven. Maar dan heb ik het niet over CTE, dan heb ik het gewoon echt over de acute problemen die ook met hersenen en zenuwen te maken hebben, of veranderingen van die processen. Maar dat is geen CTE. CTE is echt daarvan af. En je moet daar toch herhaaldelijk hoofdletsel van hebben om die CTE te ontwikkelen. Dus, en dat wordt dan echt ook door de media door elkaar heen gehaald. Maar de angsten begrijp ik. Maar daar moeten we met z'n allen aan werken. Informeren. Spreekuren over hebben. Praten erover hebben. En op een andere manier behandelen van die acute effecten dan CTE. Dus dat zijn wel echt belangrijke dingen om, als je erover leest, om dat onderscheid goed te houden. Nou, ik heb het net al een paar keer genoemd. Dat er nog heel veel te ontdekken is binnen CTE. Binnen ook de acute effecten van hoofd- en hersenletsel, maar ook aan de chronische kant dus. En in het Alzheimercentrum hier in Amsterdam, en dan heb ik het echt over het Alzheimercentrum, zijn we bezig met een studie, de Newton-studie. Waarbij we dus kijken naar neurodegeneratie, dus die vorm van dementie, Alzheimer, maar vooral CTE. En hoe dat nou die link is met die hersenletsels. En hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb het al een paar keer aangegeven, het is best wel lastig om te onderzoeken. Want hoe kan je iemand die een dementie heeft ontwikkeld, en ook een carrière heeft met hoofdtrauma, hoe kan je dat nou aan elkaar linken? Met al die jaren ertussen, met alles wat ze mee hebben gemaakt en wat ze doen en laten in het leven. Nou, dat is best wel lastig. Dus hoe gaan we dat doen? We gaan mensen volgen. En mensen die dus die symptomen ontwikkelen. En dan vooral op het denken of in gedrag of in de motoriek. En die selecteren we als die komen bij ons of die melden zich. Kijken we, hebben die een sportcarrière gehad? Of hebben die in de militaire dienst gehad? Of hebben ze een andere reden waarom ze herhaaldelijk hoofdletsel hebben? Dan zijn ze voor ons, als we bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer uitsluiten of andere vormen van dementie, is er een kans dat zij toch CTE hebben. Omdat we dus niet in het leven die diagnose nog kunnen stellen, moeten we het op deze manier aanpakken. Maar die gaan we vervolgen, gaan we uitgebreid testen met neuropsychologisch onderzoek. Dat zijn geheugentesten. We gaan sociale testen doen, kijken hoe ze op sociale situaties reageren. We gaan bloed afnemen, waar mijn collega bij de volgende Lunch & Learn ook gaat over praten. We gaan ze vragen of ze ook een ruggenprik willen ondergaan, omdat we uit het hersenvocht toch beter direct iets kunnen aflezen van de hersenen. En die gaan we vervolgen. Nou, voorlopig is dat nou 2 jaar, omdat onderzoek kost geld en dat heb ik nu voor 2 jaar, maar we willen natuurlijk veel langer dat gaan vervolgen. En die focus ligt dus vooral ook op sporters. Dus wat je ook kan lezen als we met Amsterdam UMC of Alzheimercentrum, dan is dat toch vooral ook sporters of militairen die we gaan vervolgen, omdat dat de risicogroep is. En het doel is dus om te weten wat die relatie tussen die twee is, trauma en dementie. En hoe kunnen we die risicofactoren, waarom hebben zij het wel en waarom een andere voetballer niet, of een rugbyspeler of een bokser, die gaan we bekijken. En dan zo kunnen we aan de voorkant, dus als zij in de carrière zijn, kunnen we goed adviseren van, dat is het ideaal beeld, hè? Dit is uw risicoprofiel, zou u dat wel doen? Of zelfs, hè, want dat is natuurlijk ook een heftige discussie. En daar worden we ook heel veel over, of in ieder geval benaderd door bezorgde ouders. Die kinderen die of op rugby zitten, of een gevechtsport doen, of op voetbal zitten. Ja, moeten ze dan nog wel koppen? Moeten ze nog wel trainen op het hoofd? Nou, dat is een hele moeilijke, belangrijke, maar moeilijke discussie. Omdat daar nog weinig bewijs voor is. Of bewijs is. We weten het eigenlijk niet of dat nou zo is bij die voetballers, hè? Die jonge voetballers die in het begin van hun carrière staan in de voetbalwereld, of dat nou al schade geeft en wat voor schade, dat weten we eigenlijk niet.
Je ziet wel bij de buren, zoals in België of Engeland, dat ze dus nu hebben verboden onder de 14 om te trainen met kop bijvoorbeeld, bij voetbal. Maar we weten in principe nog niet. Dus je gaat eigenlijk meer zeggen van nou, je kan aan de veilige kant zitten om het te verbieden. Of je moet gaan. Maar we moeten het eigenlijk gewoon goed onderzoeken. Dus daar zijn we ook mee bezig om dat toch ook op te pakken, die vraag. Maar het is dus een hele moeilijke discussie. Heel veel partijen zitten daarin. En welke kant dat op gaat voor in Nederland, dat wordt nog bepaald. Maar er zijn heel veel vragen die nog beantwoord moeten worden. Een ander onderwerp, en dat is van, of in ieder geval wat we hier in het Alzheimer Centrum willen gaan doen, is dus de hersenen van sporters, van militairen eventueel, en mensen die dus dat trauma hebben ondervonden in hun leven, ja, te onderzoeken. Om daar toch ook meer kennis van te krijgen, van dat tau-eiwit, van dat ziektemakende eiwit. En daar willen we toch ook een hersendonorprogramma voor opzetten. Dat mensen die of een sportcarrière hebben gehad, of in ieder geval een hersenletsel hebben gehad, dat ze hun hersen doneren aan de hersenbank. Waardoor we dus heel veel kunnen leren over deze aandoening. Niet alleen CTE, maar ook andere processen die met hersentrauma te maken hebben. Dus dat is ja, de Newton-studie. Echt gefocust op ja, een hersenziekte als neurodegeneratie en vooral op CTE. Wat ik net al kort toelichtte, kijk, dus omdat er zo belangrijk is en zo onderbelicht is, zijn we ook bezig, maar dat is Amsterdam UMC breed, maar dat is wel echt nog een work in progress, om al die bezorgde ouders, of in ieder geval het dilemma, ja, moeten kinderen dan wel dat ondergaan hè, in sport? Professionals die hoofdletsel op het veld krijgen, hoe worden die behandeld? Dat zijn allemaal vragen van die nog echt open zijn. En daar willen we toch ook wel meer, dus niet alleen de chronische, maar ook de acute gevolgen gaan oppakken en onderzoeken. En dat doen we breed, want het kinderziekenhuis moet daarbij betrokken worden. En wij als neurologen in de acute setting. Dus daar zijn we zeker mee bezig. En dat doen we zeker niet alleen. Kijk, we zijn door alle media-aandacht is er echt een vogelvlucht ontstaan. Heel veel bonden, ook al worden ze in qua daglicht gezet, zijn er toch wel actief mee bezig. En we proberen dit ook te ontrafelen van hoe daarmee om te gaan. KNVB ook. Die is ook actief. Die heeft zelfs een hersenschudding poli, waarbij ik ook sporters verwijs naartoe. Dus daar is heel veel gaande, maar heel veel nog onbekend. En wat vooral nu het belangrijkste is, omdat je weet wat we gaan onderzoeken en welke hoek, en niet alles door elkaar heen laat lopen. En angst en bang. Bij deze groep ja, herken ik deels terecht, maar daar moeten we gewoon over hebben. Dus dan moeten we daarover hebben in de spreekkamer, uitleg geven. Maar wel altijd goed kijken van wat is het bewijs en hoe gaan we dat bewijs voor elkaar krijgen en vinden. Dat is een lang proces, maar daar moeten we wel aan toe. En in ieder geval kunnen wij nu in ieder geval bijna starten met het onderzoek naar CTE, dus een dementie door hersentrauma, om dat in ieder geval hopelijk ooit te voorkomen. Dit was mijn lunch and learn. Nou, klein 3 kwartier gesproken. Oké, ja. Dus ik kreeg net van collega door dat er vragen zijn in de chat. Dus dat ga ik wel zeker doen. Dus het is natuurlijk jammer dat we niet live natuurlijk met elkaar kunnen interacteren, want dat is altijd fijner. Dus ik ga even de chat openen. Oh, dat we in ieder geval even doorheen scrollen, want er wordt inderdaad ook gezegd dat het geluid open staat. Even kijken hoor. Ja, dus de eerste vraag die ik tegenkom. Ik ga in het begin van mijn praatje, want ik ga het even chronologisch doen. Is een hersenbloeding ook te beschouwen als trauma? U noemt dat niet meer, maar ik neem aan wel. Ja, dus zeker. Dus dan is er in gebrek gebruik van mijn uitleg. Dus hersentrauma of hoofdhersenletsel.
heeft dus inderdaad verschillende gevolgen. Hè? Dus de acute gevolgen kunnen zeker een hersenbloeding zijn. En die hersenbloeding kan je weer opdelen in verschillende hersenbloedingen. Eentje zit er op de hersenen. De andere, hè, want je hebt verschillende vliezen, zit tussen de bepaalde vliezen, maar niet in de hersenen. En de andere zit in je hersenen. En dat kan zeker een gevolg zijn van een hersentrauma. En dat zegt iets over de ernst van het trauma. En dat kan dus een bepaald extra risico geven om het ontwikkelen van een dementie later in je leven. En wat ik net ook al zei, dus als er zo'n hersenbloeding ontstaat, kan het zijn dat rond die hersenbloeding, als het in de hersenen plaatsvindt, daar ook later in je leven ja, langzame klachten kan ontstaan. Dus zeker waar. Dan ga ik nog verder met... even kijken hoor. Waarom zijn militairen gevoelig voor CTE? Nou, dus ik begrijp zeker de vraag. Gevoelig vind ik lastig. Het is vooral omdat CTE het concept is dat je als je recidiverende hersenletsel oploopt, dat dat binnen dat die beroep die kans groot is. En het is een goede vraag. En vooral is het gedachte dat bij militairen, nou, je kan natuurlijk begrijpen dat ze daar hersenletsel oplopen door, door vallen of bij trainingen of bij in de oorlog. Maar wat vooral het idee is, is dat door bijvoorbeeld bepaalde groepen binnen de militaire dienst, doordat zij vaak trainen met bijvoorbeeld wapens, daar komt een bepaalde kracht vandaan, dus de blast, dus dat is een soort luchtdrukverschuiving, dat de hersentrauma veroorzaakt. En dat het risico op CTE maakt bij die militairen. En de vraag is dan van bij die bepaalde groep militairen die dat ondergaan, is dat die impact van die schokgolf eigenlijk, een schokgolf? En hoe vaak mogen ze dat dan ondergaan om het risico op CTE eigenlijk niet te hebben? Dus daarvoor zijn militairen gevoelig voor CTE. En in Amerika doen ze daar ook binnen de defensieonderzoek en binnen de NAVO is daar ook aandacht voor. Excuus voor de rode streep in beeld. Nou, dankjewel. Dat, dat is vanuit zelf, ja. en dan hier nog voor de definitie. Craniocerebrale trauma na een cervical trauma ook onder hoofdletsel. Ja, dus het is terecht. Want kijk, als er op de nek natuurlijk een impact is. Dus op de nek wordt er gevraagd. Dan heeft dat natuurlijk ook direct effect op krachten op de hersenen. Minder dan direct, maar die hersenen die gaan daar wel van heen en weer. Dus dat kan zeker impact hebben op je hersenen. Een andere vraag. Welke scans zijn het meest geschikt inzagen de CTE-pathologie? Ja, dus dat heb ik inderdaad niet belicht. Ik wilde vooral richten op het concept, maar dat is een terechte vraag. En wat je daarover kan zeggen is dat dat nog echt wel in onderzoek is. En wat je natuurlijk wel altijd moet doen als je iemand denkt van CTE. En hoe verdenk je iemand? Nou, dus als iemand over de tijd dus een dementie ontwikkelt. Met dat soort carrières in de voorgeschiedenis. Dan kan je aan CTE denken. En dan moet je altijd een MRI verrichten. Dat is één om natuurlijk andere zaken uit te sluiten. Maar twee kan je, ja, bij CTE kan je bepaalde dingen zien. Dus dat inderdaad de hersenvolume wat kleiner wordt. Maar wat je ook vaak ziet, is dat, en dan ga ik ook een moeilijke term noemen, septum pellucidum, cavum septum pellucidum ontstaat. En ik heb geen beeld hier, maar als je de hersenen even denkt als, het wordt allemaal heel plastisch, maar als een meloen. En die haal je uit elkaar, die snij je door midden. Dat zijn twee hersenhelften, maar door dat snijden moet je denken, daar zit een vlies tussen. En dat vlies zit normaal aan elkaar. En door de hersentrauma gaat dat vlies uit elkaar staan. En dat kan je zien op een MRI-scan. Dus een vlies die uit elkaar staat, kan duiden op deze ziekte. Maar dat is niet heel specifiek, want dat komt ook gewoon voor in de normale populatie. Maar het geeft, met deze klachten geeft het iets meer kans dat het toch de CTE is. Dat is de eerste. En andere zijn we heel erg op zoek naar, hoor, naar welke beeldvorm. Dus wat we ook hier in het centrum doen, is soms een PET-scan. Nou, dat is een scan waarbij je een stofje inspuit. En dat stofje kan zich binden aan bepaalde eiwitten in de hersenen. Dus dat doen we vaak bij Alzheimer gebruiken. Dus dat is een stofje dat bindt aan het Alzheimer-eiwit. Waarbij door een expert kan zien of dat aanwezig is en hoe dat aanwezig is.
Nou, kan je natuurlijk zeggen van waarvoor heb je dat niet voor dat tau-eiwit? Nou, dat is voor de ziekte van Alzheimer is dat er wel. Dus dat is een tau-PET-scan. Alleen omdat ik dat plaatje liet zien met dat verschillende vorm, hecht dat stofje niet goed aan het CTE-tau. Omdat het net anders is. En daar zijn we wel druk op zoek naar, want dat zou natuurlijk de scan zijn. In levende, als iemand levend is, om te laten zien dat dat tau aanwezig is. Dus daar werken we naartoe. Is het mogelijk om de vorming van tau-eiwitten tegen te gaan? Nou, dat is ook een hele goede vraag. En daar zijn we natuurlijk ook voor de ziekte van Alzheimer heel erg naar op zoek om dat tau-eiwit bij de ziekte van Alzheimer tegen te gaan. En dat doen we met bijvoorbeeld verschillende soorten medicatie. Je kan denken aan een vaccin. Nou, een vaccin gaat natuurlijk iedereen denken aan COVID, maar je kan dat ook tegen tau ontwikkelen. Je kan, doordat dat tau besmettelijk is van de ene zenuw naar de andere zenuw, die sprong, als je een bepaalde therapie geeft, kan je remmen. Daar zijn we ook, dat is een ontwikkeling. Dus dat je dat besmettelijke remt, want dan komt het ook niet in de rest van de hersenen. En dat zijn wel therapieën waar je dan aan gaat denken als we meer weten over CTE en hoe dat zich verspreidt. Een andere zie ik inderdaad ook van dezelfde taalheid komt ook bij Kroos op Jacob voor. Ja, wat je. Kijk, als we dan even terug naar touw. Touw heeft iedereen. En touw is heel belangrijk in zo'n zenuwen, want dat geeft stabiliteit. En dat zorgt ervoor dat het ene voedseldeeltje naar het andere voedseldeeltje kan. Dus iedereen heeft dat. Alleen als dat beschadigd raakt en zich ophoopt en wordt bewerkt door het lichaam, dan wordt het opeens te veel en schadelijk. En dus ook bij Kroos of Jacob, dat is een snel progressieve dementie. Waar misschien iedereen nog kent van de gekke koeienziekte, maar dat is een variant daarvan. Maar daar komt dat tauwwit ook voor. En ook in een hele snelle mate. Dus dat zie je ook heel erg hoog in je hersenvocht. Dus dat is een terechte vraag, zeker. Even kijken hoor. In de volgende dagen, als CTE en Alzheimer verschillende hersenziektes zijn, zijn er ook verschillende behandelmethodes. Nou, daar moeten we zeker naartoe. Dus ja, alleen. Helaas zit ik ook in het veld omdat we nog geen behandeling hebben, ook niet voor de ziekte van Alzheimer. Maar dat is dan wel een andere benadering heeft dat nodig. En vooral denk ik dat de eerste belangrijke stap is van wie krijgt CTE en hoe. En kunnen we dat al voorkomen door aanpassingen in hun beroep of carrière. In hoeverre zijn de symptomen van CTE en Alzheimer dan verschillend? Ja, nou, dat is juist het probleem ook, want het heeft heel veel overlap. En niet alleen met Alzheimer, maar met al die vormen van hersenziektes. Dus dat maakt het echt heel moeilijk om op symptoomniveau, dus op mensen, de klachten die ze uiten aan mij of aan mijn collega's, om daarop te zeggen, oh, dat is CTE. Dus het enige wat je dus kan gebruiken om te denken aan CTE, want die klachten zijn dus niet zo verschillend, is dus naar de carrière vragen of heeft dat plaatsgevonden? Even kijken. Indien verschillende symptomen, functiestoornissen, gedragsproblemen en veranderingen voorafgaand aan dementie. Even kijken hoor. Ja, nee, ik denk dat het in het verlengde is van wat ik net zei. Dus dat is heel lastig. En de aanloop, als dat meer daarover de aanloop gaat, ja. Soms zie je dat er inderdaad meer stemmingsproblematiek vooraf gaat. Wat nog ruis geeft, dat deze mensen soms ook gevoeliger zijn voor een depressie, zonder dat ze CTE hebben in deze risicogroep of middelenmisbruik. Dus dat kan ook nog moeilijk onderscheid geven van wat is gaande en is het door CTE? Even kijken. Wat is er van waar dat een Amerikaanse universiteit in neurologie een onderzoek van hem verscheen onlangs het boek Het einde van Alzheimer in Nederland. In sommige gevallen zelfs worden teruggedraaid. Zou ik die vraag hier mogen stellen? U mag natuurlijk alles vragen, want ik ben gewoon neuroloog. Vraag die ik ook heel vaak in mijn polykliniek krijg. Kijk. Ik ben ook niet alleswetend, hè? Dus sommigen zijn daar meer expert op bepaalde bijvoorbeeld voedingsstoffen waar je aan kan denken, of leefstijladviezen, geven natuurlijk wel.
En sommigen hechten daar of zien dat echt als een voorkoming. En het is wel gelde idee is dat je als je tussen je, en dat is grof, hè, tussen je 30ste en 60ste een bepaalde levensstijl aanmeet, dat je de kans op een dementie verkleint. En dat zijn natuurlijk grote groepen die als een bepaalde levensstijl, dus genoeg bewegen, volzijdig eten, genoeg sociale activiteit, nou, bloedcontroles, cholesterol, geen diabetes of suiker goed gereguleerd. En zelfs ook als je niet doof wordt bijvoorbeeld, weinig alcohol, niet roken, ja, dat je dan een deel voorkomt. Maar dan moeten er wel die hele, tussen de 30 en 60 moet je die levensstijl aanmeten. En daar doen we ook onderzoek naar. Dat is wel iets anders dan dit, maar levensstijl, dat zou dus bijvoorbeeld, maar dat is een heel klein gedeelte natuurlijk. Als je dus die carrière, die mensen die een bepaald risico hebben en zegt dat je die sport niet mag beoefenen en niet gaan doen, dan kom je toen misschien ook CTE. In kader nog even van dit praatje. 30 jaar lang geen klachten. Vraagteken van ja. Ja, dus het is natuurlijk, die sportcarrières zijn natuurlijk best wel aan de voorkant van je leven, jong. En dan is het idee dus dat dat touwheid daar wel zit en dat dat heel lang kost om dat dat verspreidt. Dus dat gat kan er zeker zijn. Ja, betaalheid komt. Ja, dus nou, dat is een goede vraag. Komt alleen voor in de hersenen. En we kunnen het wel meten in het bloed, omdat het in het bloed wel komt. Maar het is oorspronkelijk komt het uit de hersenen. Ja. Ja, indien wel klachten zonder afwijking. Ik moet even de tijd inhalen, maar ik ga gewoon zo door. Want het zijn allemaal hele belangrijke vragen. Indien wel klachten zonder afwijking op de scan. Nou, dat is typisch wat we heel vaak zien. Hè? En niet alleen mensen die een dementie zijn aan het ontwikkelen. Dan kan nog steeds die ziekte er zijn. Dat is één. Maar twee is het ook dit gesprek wat ik heel vaak heb met mensen die dus op het veld of in het leven een hersentrauma hebben ondergaan. Daar echt, echt reële problemen aan overhouden. Maar zo'n scan die laat dat niet zien. En dat is een beperking van zo'n scan. Want zo'n scan die kan op een bepaald niveau kan die dingen meten of afwijkend zien. Maar heel vaak ook dus niet. Maar dat er wel klachten zijn. En dan zijn die klachten gewoon reëel en inspirerend en herkenbaar. Maar zo'n scan, ja, die kan dat niet aantonen. Maar het is er wel. En ja, dan wordt het soms heel lastig. Maar de schade zit er dan waarschijnlijk wel. Ja, dus dat komt voor, heel vaak. Wordt bij CT onderscheid gemaakt tussen focaal en diffuse hersenletsel? Of is het alleen sprake van focaal stomp hoofdletsel? Nee, dus in het verlengde wat ik even tussendoor ook vertelde inderdaad. Kijk, je ziet dus wel dat die klachten, waar dat touw zit, dat gekoppeld is aan de symptomen die iemand krijgt, of klachten die iemand heeft. Maar vaak zie je dus wel in het eindstadium dat het diffuus over het hersenletsel, over de hersenen is verspreid. Maar wat je dus ook ziet, is dat je als je focaal een beschadiging hebt in de hersenen, dat daar rondomheen ook dat touw eiwit ontstaat. Maar het is vooral waar de impact is. Het begint vaak focaal, maar het wordt vaak diffuus. Ja. Hebben helmen... Oh, ja, dat is ook een hele goede vraag. Nou... Ook een hele levende discussie over helmen en of het te weinig, veel of weinig nut heeft om CTE te voorkomen, dat is de vraag. Weten we eigenlijk ook nog niet. Voor de acute gevolgen zie je ook een discussie ontstaan. Hè? Dus een helm voor de acute gevolgen is bij heel veel sporten geen discussie nodig. Bijvoorbeeld bij fietshelm, et cetera. Bij boksen zie je dus bij de Olympische boksers dat ze geen helm meer dragen, omdat het idee is dat door een helm, dat je de krachten, dus een helm die ook het aangezicht bedekt, dat je de krachten op het aangezicht te veel verdeelt over je schedel. Ja, het wordt heel natuurkundig, maar verdeelt over je schedel, waarbij je dus meer krachten op de hersenen uitoefent. En zonder helm heeft de impact vooral dan op de kaak effect bijvoorbeeld. Maar de kaak vangt eigenlijk die energie op. Waardoor dus minder kracht op de hersenen komt. En als je dat dan doortrekt naar het concept van CTE.
dan zou je dus zonder helm moeten boksen om minder kans op CTE te hebben. Dat zou je dan kunnen concluderen. Maar directe acute effecten van een helm, daar bijvoorbeeld fietsen en vallen, er moet gewoon een helm worden gedragen. Maar dat voor de acute effecten is dat bijna geen discussie. Voor CTE is het zeker iets wat we moeten overdenken. En stel dat dat bijvoorbeeld bij voetbal wel een probleem is, CTE, en je kan dat voorkomen met een helm. Ja, dat zou natuurlijk een uitkomst kunnen zijn. Maar daar zijn we nog niet. Ik ga even kijken hoe ver die nog door, want ik heb nog 4 minuten. Ja. Even kijken. Op welke leeftijd worden de kazen inderdaad nu toch geïncludeerd? Reeds tijdens een actief sportcarrière of pas een. Ja. Ook een hele discussie geweest. Vanaf de leeftijd van 45 eigenlijk. Dus niet in een actieve sportcarrière. Maar ik ben dus wel, we zijn dus wel bezig om die mensen in een actieve sportcarrière met klachten ook te zien. Maar dan niet in het kader van CTE, maar van andere problemen die ze ervaren. Voor CTE is het echt dat je vaak dus na die carrière dat gaat zien. En voor CTE is daarvoor deze criteria gebruikt. Mensen vanaf 45 jaar die zo'n carrière hebben gehad, die klachten ontwikkelen. Dat is voor de studie, maar mensen die dus zo'n carrière hebben gehad en die angstig zijn of denken klachten te hebben, die zijn ook gewoon regulier qua zorg welkom, laat ik het zo maar noemen. Dus voor de studie hebben we wat strikter genomen. Voor zorg mag je zeker komen, of kan er gekomen worden. Vraag of hersenen van oud-rugbyvoerders die geen stoelen hebben. Ja, nou, dat is ook weer een goede vraag. Eigenlijk moet je dat hebben, want anders heb je een bias. En dat zie je natuurlijk in dit veld van wetenschap gebeuren, dat deze mensen al klachten hadden, die hersenen zijn onderzocht en die hebben CTE. Dus je weet niet al die mensen die geen klachten hebben of die CTE hebben. En daarvoor wil ik toch ook een hersendonatie oprichten. Dat sporters of mensen die at risk zijn voor deze aandoening, dat die ongeacht of ze nou wel of geen klachten ontwikkelen in hun leven, dat ze bereid zijn om hersenen te doneren. We vragen natuurlijk wel wat. Maar dat zie je wel in Amerika meer gebeuren. En wij zijn nog niet zover dat we dat nu al actief uitdragen, maar dat is wel wat je zou moeten hebben. Ja. Eén laatste vraag. Ik wil even kijken. Er zijn alleen maar terechte vragen en goede vragen. Dus. Even kijken, ik zie een vraag. Oh jee, maar even over schaatsen. Dat is misschien wel wat in ieder geval deze week ook was. Uitvliegen en boarding lijkt me dat ook een letsel veroorzaakt. En ik kan me niet voorstellen dat deze manier dat je dat voorkomt. Ja. Dus, nou ja, dus we zitten met het Olympisch Comité, met 18 onderhangende sportbonden, waar we dus inderdaad gaan kijken van ja. Wat kunnen we daaraan doen? En natuurlijk, kijk, als je sport, dan heb je natuurlijk risico op blessures. Dus het is natuurlijk wel ook inherent aan sport te beoefenen. Maar hoe gaan we die kans zo klein mogelijk maken? En als er is, hoe gaan we dat dan voorkomen? Dus ja, terecht. Nog één dan, even kijken hoor. En labradoren waren die altijd verhoogd bij hersenletsel? Ja. Dus daar zijn we dus, en dat is ook meer het acute onderzoek. Dan willen we natuurlijk ook, dat willen we gaan doen. Dus dat je in bloed waardes kan meten die gekoppeld zijn aan beschadiging in de hersenen. En die dan uiteindelijk ook linken aan CTE. Want bij CTE zie je ook die waardes maar chronisch verhoogd. En bij actieve sporters zie je dat die tijdelijk verhoogd zijn en weer dalen. Dus daar zijn we zeker ook aan het opstarten om te kijken hoe we dat kunnen onderzoeken. Ja, en er wordt nog een laatste vraag, wordt de presentatie gedeeld? Helemaal, zeker. Ja. Nou, het is wat eenzaam zo in deze tijd, achter de computer en praten en dit soort. Maar ik hoop dat iedereen wel iets geleerd heeft. Mocht er vragen zijn, kan je natuurlijk altijd mailen. Ja, we zijn bereid. Ik ben sowieso bereid om hè, mensen die in deze situatie zitten of denken, altijd over te hebben, over te praten, eventueel op de polyklinie te zien. Maar ja, dat was hem, denk ik. Dankjewel voor je aandacht.